Nu in Rauwkost. Dit is Rauwkost. Onlangs is er een baby giraf overleden in Arthes omdat hij werd afgestoten door zijn moeder. Jaarlijks sterven er meer dan 3000 gezonde dieren in dierentuinen in heel Europa. Ik ben eigenlijk helemaal klaar met dierentuinen. En ik vraag me af wat de Partij van de Dieren daarvan vindt. Let's go. Hi Esther. Hey. Jij zit in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Ja. Ik zag op de website van de Partij voor de Dieren dat jullie eigenlijk zijn voor het omvormen van dierentuinen. Ja. Hoe zien jullie dat eigenlijk precies voor je? Nou, we denken dat dierentuinen beter kunnen worden omgevormd tot opvangplekken voor wilde dieren die niet terug kunnen naar de natuur. Mm-hmm. En dierentuinen zoals ze nu zijn, zijn helaas toch te veel ingericht op het vermaak van de mens. Ja, en heel veel dieren hebben daaronder te lijden. Dierentuinen gebruiken zelf vaak het argument dat ze ter educatie van kinderen dienen. Dat argument horen we vaker. Ik denk dat je veel meer van dieren leert als je een goede natuurdocumentaire ziet, waarbij dieren worden gevolgd in hun natuurlijke leefomgeving. Hoe olifanten zich gedragen, hoe die familiestructuren zijn, hoe zo'n heel gezin zorgt voor een klein olifantje dat geboren wordt. Dat zie je helemaal niet in de dierentuin. Nee. Dus een goede natuurfilm is veel informatiever en daar leer je veel meer van. En wat zijn eigenlijk dan de consequenties van zo'n kleine leefruimte voor de dieren in de dierentuin? Nou, het belangrijkste is dat bijvoorbeeld olifanten, maar ook tijgers en leeuwen, die hebben normaal een hele grote leefgebied. Mm-hmm. Waar ze kilometers per dag afleggen. En dat kan allemaal niet in een dierentuin. En daar ontstaat gestoord gedrag door. Dus die dieren hebben, zonder dat je het echt goed kan zien, wel degelijk een heel slecht leven. Omdat hun leefgebied gewoon veel en veel te klein is in een dierentuin. Ja, want dat gestoorde gedrag, dat wordt volgens mij ook wel stereotyp gedrag genoemd. Ja. Dat ze gewoon heel vaak dezelfde beweging maken. Of ja, dat is het bekendste voorbeeld ervan. En als je dat ziet, daarvan zeggen deskundigen, ja, dat komt omdat het dier zijn eigen natuurlijke behoeften niet kan uiten. Wat dat dier van nature nodig heeft, dat is er niet en daar wordt hij eigenlijk een beetje gek van. En babydiertjes, die trekken natuurlijk ontzettend veel bezoekersaantallen in dierentuinen. Ja. Wat gebeurt er eigenlijk met alle dieren die te veel zijn? Ja, dat is eigenlijk een groot bewaard geheim. Dat er helaas in Europese dierentuinen per jaar duizenden dieren worden afgemaakt. Omdat vanwege die fokprogramma's er gewoon een overschot ontstaat. Ze worden gewoon afgemaakt? Een baby olifantje schijnt goed te zijn voor 50.000 extra bezoekers. Wanneer was je voor de laatste keer in de dierentuin? Volgens mij toen ik nog studeerde, dus wat zal ik, ik denk 20 jaar geleden. Welke dierentuin? Ik was een Arthes. Echt? Meteen de ergste. Ik denk dat het eigenlijk wel tijd is voor actie. Nou, zoals jullie net zagen, reageerde de artsmedewerker heel erg boos. Hij begon echt te schreeuwen van hou je bek. En ik vraag me eigenlijk wel af of je het leuk vond in de dierentuin. Nou, vraag het maar, hè? Ja. Maar denk je eigenlijk dat de dieren het ook leuk vinden in de dierentuin? Ja. Ja? Vind jij het leuk als je de hele dag opgesloten zit in je kamer? Nee. Nee. Eigenlijk niet, hè? Even over, hè, dat de hokjes wel een beetje klein zijn voor de diertjes, hè?
hadden maar net nog met elkaar gesproken, geloof ik. Dus gewoon volgens mij zijn we niet in Artis op dit moment. We staan voor ons filmen en ik zag jullie net ook hier staan filmen. Dus ja, maar dit hoort niet bij Artis. Ik wil nog één ding zeggen, jullie mogen hier niet filmen. En jullie mogen de beelden die jullie hier van ons gemaakt hebben ook niet gebruiken. Ik vond dat ze echt super dom net reageerden bij de ingang. Waarschijnlijk kom ik de volgende keer niet meer binnen, want ze waren echt kwaad. Ze wilden niet dat we dit gingen uitzenden. Ik ben klaar met Artis, dus het maakt me eigenlijk ook helemaal niet uit. Ik ben benieuwd wat jullie van dierentuinen vinden. Laat het alsjeblieft weten in een comment. En als je dit vet vond, like Raukost en tot de volgende keer. Meer zien? Ga naar npo3.nl/Raukost.